Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Nintendopia video. Kat Mario is weer onderweg. En we gaan eens even kijken wat die geest in de fles hier allemaal aan het uitspoken is. Of nou ja, het is eigenlijk de geest uit de fles geworden. En we gaan weer op pad met Mario, met Steve, met Katachu, zoals jullie dat zeggen in de comments. En met Sucker. Kijk ons gaan, jongen, met z'n vieren. Steve die is helemaal moe. Die wil even een pauze. Katachu zegt: hou je mond, jongen. Straks hoort iemand ons. Het is een koe. Ik hoor een koe. Wat is deze? Het komt daarachter ergens vandaan, zegt Katachu. Mario vraagt zich af of ik een slechte bui heb. Nee, jongen. Kijk, ik loop te springen, man. Ah, wat is het? Wow, 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 wow. Het is Tauros. We moeten gewoon tegen Tauros. Doe een duimpje omhoog als je wilt dat ik dit gevecht win, jongens. En vergeet niet te abonneren voor Nintendo-video's op je bakkes. We gaan maar gewoon keihard aanvallen op deze Minotaurus. Let's go, Mario. Mario doet de foutmelding. Oh nee, ik ben bang voor zijn slag, jongen. Kijk hoe sterk hij is. Wajo. Oké, we hebben duidelijk even snoepjes nodig. Ik bedoel strooisel en dat is gewoon nu al op. Na één klap is het gewoon al op, hè. Oké, let's go, let's go. We gaan te paard. Dat doet veel damage op hem. Ik hoop dat we deze gaan verslaan, jongen. Want dit is echt... Ik ben nog helemaal niet op hoog genoeg level, denk ik, voor deze guy. Let's go, lekker Steve. Ah, Sucker krijgt een tik. Mario krijgt een tik. Dan moet Sucker ons zo eventjes gewoon gaan healen, denk ik. Terwijl Sucker nu even een lekker movie doet. Oh, het is een flat 27 HP damage. Dan gaan we er even voor zorgen dat Sucker en Mario hun magic kunnen blijven gebruiken. Ja, en je hebt ook nog de schuilplek. Dan kun je even schuilen, maar die heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Gelukkig is het paard weer klaar om met mij aan te vallen. Hoppakee. Kijk hem. Zag hem als een gangster. Zo, ik zit op een paard. Ja, en ik sloop iedereen de moeder. Hey, maar Steve, waarom hiel je ons niet? Gast, we gaan dood, hè, als je ons niet hield. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah, lekker, ik heb hem ontweken. Heerlijk, dankjewel, Sucker. Sucker en ik worden gelijk besties, jongen. Oké, Sucker gaat Mario weer even trollen met even een prik in zijn kont. De HP van Sucker en mij is trouwens weer gelijk helemaal vol, omdat we net samen een level omhoog zijn gegaan. Misschien is dat onze redding, jongens. Mario, help mij even. Die zorgt ervoor dat ik hele goede klauwen heb. Lekker. Ja, we hebben hem. Oh, dit was echt ook weer maar net hoor. We hebben Tauros verslagen. Lekker. Oké, let's go. We gaan allemaal een level omhoog. Allemaal naar level 6. We hebben ook nog even 312 extra ervaringspunten. Oeh, aan wie gaan we die geven? Mario, jij mag die hebben voor mij, jongen. Jij bent de man van Nintendo. Of ben ik de man van Nintendo? Nee, Mario is de man van Nintendo. Wie is de man van Nintendo? Laat het weten in de comments. Misschien vinden jullie wel dat Kirby de man... Is Kirby een vrouw? Misschien vinden jullie dat Kirby wel het Nintendo mascotte is. Anyways, lekker bezig Mario. Ik gun jou. Mag ik alsjeblieft een herberg? Alhoewel, maakt niet zoveel uit volgens mij, want we zijn allemaal een level omhoog gegaan. Ah, man, die Tauros, jongen. Woe! Nou, Steve en Sucker die willen elkaar even beter leren kennen, want Sucker die heeft niet echt lekker geslapen. En Steve vraagt zichzelf, ja, waarom? Oh, Steve die praat in zijn slaap en hard ook. Steve die praat? Kan Steve praten? Anyway, deze twee zijn ook weer betere matties geworden. Wat ze flotsie. Echt, iedereen wil iets nieuws nu, hè? Nou, als het niet te duur is, jongens, dan krijgen jullie dat van mij. Jij wil een nieuw pakkie? Krantenkleding? Las ik dat nou goed? Krantenkleding. Nice. Ja, het ziet er dope uit. Ziet er heel dope uit, Steve. Lekker bezig. Sucker wil een nieuw wapentje. Een demonische speer. Deze ziet er ook wel sick uit, jongen. Ja, dit is wel een ziek wapentje, joh. Ziet er prachtig uit. Lekker, man. Nou, ik heb een nieuwe kattenpoot. 140 maar. Oké, dit kan nooit heel veel soep zijn. Een gevlekte poot. Ja, prachtig, joh. Prachtig. En Mario, die wil een nieuw kostuumpie. Nou, laten we die ook nog maar geven dan. Ik ben in een goede bui vandaag. Ik gun mensen. We gaan alleen het effect dragen, zodat hij er wel als Mario uit blijft zien. En dan is het tijd voor een karaokeavondje tussen Rikachu en Mario. Mario, die vindt dat ik vals zing. Dude, ja, nee, jij trekt volle zalen. Potverdorie, man. Lopen we lekker samen vals te zingen. Nou ja, alles voor de relatie, hè. Sucker en Mario gaan even heel romantisch lekker varen op een meertje. Met een lekkere hotdog erbij, altijd goed. Oh, wat? Oh, wat? Kijk nou uit, Mario. Nou, Sucker die zegt, nou, we kunnen de mijne wel delen. Nou, dat is lief, joh. Oké, let's go. Gaan we nu Boo ontmoeten? We staan hier voor een dichte deur. Rikachu zegt, nou, loop dood. Potverdorie. Maar wat is dit voor gat in de muur?
Oh, nou lekker dan. Waarschijnlijk moeten we eerst dat ding gaan zoeken ergens. Oh, 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 kijk uit, Steve! Steve! Waar ben je? Nee, hij is in de valkuil gevallen. Hij zegt, ga jullie maar verder. Steve heeft mijn team verlaten. Nee, joh. We zien je in de herberg, zegt Rikachu. Oh ja, oké, hij kan er wel zelf uit. Oké, ja, lekker dit. Nu moeten we even een weg gaan kiezen. Laten we nu een keer onderlangs gaan. Moeten tegen één degenkrap fossiel. En ik heb een nieuwe aanval. Die magic kost, dat is de kattenpoot. Deze schijnt wat sterker te zijn dan mijn normale aanval. Pak hem! 15 HP damage. Ja, oké. Lekker bezig, Mario. Zo, dit is trouwens wel een sterk fossieltje, jongen. Hoeveel HP heeft deze gast? Maak hem kapot, hoor. Lekker. Go, 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 go. Waar is Steve, jongen? Steve? Steve? Hey, we hebben een mysterieus juweel gekregen. Volgens mij moeten we deze hebben, inderdaad. Om de poort te openen. Kijk, lekker. Gelijk het goede level gekozen. Nou, Zucker, die is al... Oh. Ik dacht dat hij niet tevreden was met zijn wapentje. Dus ik wilde hem een nieuw wapen geven. Maar dan komt hij thuis met bananen. Hey, potverdorie, man. Ik heb je toch geld voor een wapen gegeven? Maar... Nu kunnen we denk ik wel hier naar binnen. Past het amulet hier in dit ding? Daar past precies dat je wil in, zegt iemand. Ja hoor. Ja, sesam open nu. Lekker. We kunnen nu de reis vervolgen. Kijk, dat is chill. Alhoewel ik twijfel... Of we deze baas kunnen gaan verslaan. Het is namelijk Boo uit de fles. Die heel de wereld kapot wil maken. En die heeft allemaal goud hier. Waar sta je naar te kijken, zegt hij. Geef die schat terug. Boo vindt ons grappig. Nou, ik vind mij helemaal niet grappig. Ik ben bloedserieus. Boo zegt, nee, de schat is van mij. Ga maar weg. Ik ga niet weg, jongen. Ja, ja. Maak dit ding kapot. Maak de lamp kapot. Zei ik trouwens aan het begin geest uit de fles? Ik denk het wel. Noe. En Boer zegt, je kan helemaal niet weten hoe die lamp werkt, jongen. We gaan de toverformule uitspreken. Let's go. Oh shit, wat was het ook alweer? Volgens mij moesten we gewoon zijn naam zeggen, toch? Ja. Is dat het? Ja, 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 dat is het. Hij zegt, hoe weet je dat? Boer. Yeah. Wacht, wacht. Niet zo snel. Wel zo snel, jongen. Kom hier. Boer zegt, ik zal de hele schat teruggeven. Echt alles. Nee, jongen. Nee, ik geloof jou niet, vriend. Alsjeblieft, ik smeek je, zegt hij. Ja, maar ik vertrouw deze guy gewoon niet. Hij heeft Ganondorf ook zo hard gewoon in de maling genomen, hè? Doe hem in de fles, jongen. Doe hem in de fles. Maak hem kapot. Maar hij gaat niet terug. Hij doet het niet. Ik heb al... Hij gaat niet terug. Volgens mij, de game laat het gewoon niet toe. De game laat het niet toe om hem terug in de... Fles. Ik blijf gewoon fles zeggen. Om hem terug in dat ding te doen. Dus... We moeten hem volgens mij laten gaan. Jij geluksvogel, als het naar mij lag, dan had jij weer er terug ingegaan, hoor. Jij misbaksel. Hij zegt, het spijt me. Ik zal de schat teruggeven aan de inwoners. Woehaha. Stop eens met lachen, jongen. Maar Boo is met de schat teruggegaan naar het dorp. Dus even kijken of hij zich aan zijn woord gaat houden. Nou, we zijn weer in het dorp in Nabijland. Daar is hij, bij Jigglypuffy. Oh, oh, hij zegt, nou, het spijt me zeer voor wat ik heb gedaan. Hier is de hele schat terug. Nee joh, meen je dit nou? Jigglypuff vindt het schitterend. Kijk, zie je? Oh nee, dit is de Dark Lord. Dit is Mr. Mime die zich nu laat horen. Wat gebeurt er? Inwoners van Nabijland. Ik heb een klein cadeautje voor jullie. Hopelijk houden jullie van totale wanhoop. Oh nee. Oh nee, wat is de geest nou weer van plan? We gaan het zien, jongens, in de volgende aflevering. We hebben lekkere Minotauros verslagen. Boo lijkt toch weer aardig te doen. Maar wat heeft Mr. Mime voor ons in petto? Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel! We'll be right back.